mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, waar ik oftel werd. En vandaag gaan we weer een auto pimpen. Ja, we gaan de laatste tijd goed met auto's pimpen. Vorige week hebben we de dikke Camacho hier gepimpt, de Camacho Man. En deze keer heb ik deze auto gekregen van English Dave. En ja, ik ga ondertussen al rijden naar de Molshop, terwijl ik jullie uitleg hoe dat je dit ding kan krijgen. Dus als je de Cayo Perico heist hebt gedaan als een leader, dus je hebt de boot gekocht, de duikboot, en je hebt de Cayo Perico heist als eerste keer gedaan als een leader, dan krijg je een telefoontje van English Dave. En ja, die zegt u van ja, je moet dit doen, dan moet je een missie doen. Dat heb ik in mijn heist gedaan, in mijn stream gedaan. Een van de zoveel streams. Ik heb geen idee waar ik naartoe moet trouwens. En dan 8 real life uur nadat je die eerste heist hebt gedaan, kan je de tweede missie hebt gedaan voor English Dave, dan kan je de tweede missie doen voor English Dave. En als je er zo in totaal 3 hebt gedaan, dan krijg je deze auto. En die staat dan, bij mij stond die bij LSIA, maar ik weet niet of dat die daar altijd is. En ik heb hier met Runa alles naar gekeken, maar je kunt deze auto heel leuk pimpen. Allee, leuk, dat is misschien iets anders dan leuk, maar laten we beginnen met 100% armor erop te zetten, 100% brakes mag ook altijd. Oké, we gaan beginnen met de bumper. Oké, we gaan gewoon direct beginnen met de bumper. Oké, het strippie gaat weg. Oké. Splittertje erbij en plastic en hier een primary, een secondary, carbon. Oké, no bumper en primary dingen, splitter. Oké, ja, het ziet er een beetje down uit, vind ik, maar ja, het kan er nog mee door. En dan, dan kom je hier. Oké, bullbars. Ik kan niet. Ik ga gewoon. Wacht, dat is Baha. Baha bullbar. Ik ga, ja, dit. Waarom ook niet? Oké, vanachter kun je hetzelfde doen, het deleten. Ik vind dit op zich wel mooi. Dan kan je er plastic dingetje aan doen, dan je dit doen. wat is dit? Oké, nu je kan er ook een antenne op zetten, ook altijd heel leuk. In het Chrome kan je dat ook allemaal doen. Ik ga weer de Baha pakken, want dan heb ik een antenne. Oké, engine natuurlijk, max power. Trouwens, kijk hoeveel dat het erbij doet. Normaal doet dat echt gewoon een half stripken of zo. Oké, exhaust. Dan ga je gas geven, want dan gaan de gassen weg. Oh, het zit ook mooi zo door de gaatjes. Very nice. Chrome exhaust, wel kleine piepjes. Grotere piepjes. Grotere piepjes. De kleine piepjes. Ik wil echt de grote piepjes. Oh. 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 Wacht. Oké, ik ben aan het twijfelen. Ik ga gewoon recht omhoog. Zo. Explosives gaan we er niet op zetten. Fenders. Dit is ook weer heel leuk. Kijk, nu heb je zo'n schattig oogje. Oh. Oh. Nu kan je er zo'n dingetje op doen. Nu kan je zo'n poos kijken. Nu kan je er een kleine white body op zetten. Je kan ze een beetje eraf halen. Secondary. Je kan ze helemaal eraf halen. En dat zijn de front fenders. En dan kan je naar achter gaan. Eigenlijk hetzelfde. En je weet al wat wij gaan doen natuurlijk. We gaan die fenders eraf halen. Oh, dit ziet er echt niet uit. Zeker met die love dingen. Zo dikke hippie signs. Oké, secondary hood. Oké, carbon gaan we zeker niet doen. Eikes. Ja, nu heb je die andere lichtjes niet meer natuurlijk. Ja, foglight hood. Oké, ja, natuurlijk gaan we dat erop doen. Horn. Ik heb geen idee, dat zullen we later nog wel zien.
Headlights, ja, dat doet niet eens iets, want ik heb geen headlights meer. Ik heb alleen die foglight. Kijk, ik ga er geen neonkit onder zetten, dat past niet echt erbij. Oké. Even niet kijken allemaal. Dit zijn alle dingen. Ik wil gewoon even bij het begin beginnen. Zo, oh, ik kon ook gewoon één naar beneden gaan. Oké, dit is niks. Ziet er een beetje saai uit. Dit is met de vlammetjes. Ziet er beter uit. Paarse vlammetjes. Dit is een camo. Ik vind het niet de mooiste camo. Dit is ook een camo. Ik vind het ook niet de beste camo. Dan kun je hier een dikke raceauto van maken. Vind ik ook niet echt heel leuk. Ja, allemaal raceauto's. Oké, okay, hier. Barn Find. Forgotten Car. Oké, okay, en dan Beatnik Beater. Dit is gewoon als je zo'n hippie bent, maar eigenlijk heb je geen geld. Oké, okay, Tie-Dyed. Kijk hoe leuk. Flower Power. Peace, man. Peace. Trippy Vibes en Love Machine. Ik weet al wat ik ga doen. Dit ziet er echt heel vet uit. Woe! Oké, dat heb ik al gedaan. Respray ga ik als laatste doen. Roll Cage. Een halve cage, alleen van boven, van achter. Dan verandert hij ook de stoeltjes mee. Ja. Oké, okay, drift, drag, race of carbon seats. Ik vind deze seats wel mooi eigenlijk. Deze. Oké, okay, zo. The roof. The roof. The roof. The roof is on fire. Oké, okay, nu staat er zo burgen, vaarzen, voeg of zoiets. Dat is een secondary color. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Voor als je gewoon op vakantie wilt gaan met je Baja-auto. Seaside getaway. Oké, okay. Gewoon even tire-racky. Dit is waarschijnlijk waar ik er op zet. Ja, ik ga het er gewoon op zetten. Want de rest, dat is... dit ziet er wel echt vet uit met dat surfboardje. Ik heb echt veel surfboardjes, maar helaas... Ik ga daar bandjes op doen. Oké, okay, nee, nog niet. Oké, okay, je kunt het voor 114 cellen op dit moment. Je kunt er dingetjes onder doen. Tuurlijk. En off-road kit ga ik doen. Waarom kost dat 15k voor... Oh. Oké, okay, ja. Perfect wat ik erop wil gaan zetten. Oh mijn god. Nou, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Oké, okay, geen... Wacht even. Yeah! Ergens heb ik zin om dat te doen. Maar dan is het geen... Dat past echt gewoon totaal niet bij de rest. Even een dikke voice crack, by the way. Maar dat past echt totaal niet bij de rest. Nee, dat kan ik gewoon niet doen. Oké, okay, dat ga ik niet doen, want ik ga er een turbo onder doen. Wheels vind ik deze... Och, misschien kan ik off-road wheels erop doen. Gewoon dikke off-road wheels. Ik vind dit er op zich wel vet uitzien. Concave Valley Master. Oké, okay, zo. De rest heb ik... Wacht. Dat heb ik er gratis al bij gekregen. Windows. Ja, ik wil niet in dit ding gezien worden. Oké. Okay. Hij is af. Oh, dit ding. Wat de heck is dit ding? Het was zo'n mooi autootje, het was zo'n mooie kever. Het was zo'n mooi kevertje. Oh, dit ding heeft wel power, by the way. Oeh. Oh. Maar joh, dat heeft echt geen grip. Maar check dat geluid. Hoor dat geluid. Oh, die kan een wheelie! Ja! Oh mijn god, dit ding kan een fucking wheelie! Dit ding is echt het beste ding. Wajo. Wajo. Dit ding is fucking vet. Ik wil het gewoon in het echt hebben. Ik kan gewoon wheelie doen met mijn auto. Oh, perfect. Kijk, daarvoor is het gemaakt, deze auto. Oké, okay, Oké, okay. Het slipt een klein beetje weg in de sneeuw, maar ja, er ligt nog altijd sneeuw, dus echt testen kunnen we nog altijd niet doen.
door die fucking kak sneeuw. De sneeuw, het was leuk om mee te beginnen, nu is het niet meer leuk. Voorzichtig. Ja, warrijd, oh. Alles is in orde. Alles is in orde. Perfect. Oh, dit ding kan ook niet als beste sturen. Maar ja. Eigenlijk moeten we echt gewoon zo... Oké, ja, we hebben wel een kleine woestijn. Maar eigenlijk moeten we echt zo'n gigantische grote woestijn met echt gewoon... Nee, ik wil niet dat die mensen op mij schieten. Nee, mijn auto. Oh, ik dacht even... Ja, oké, ik zat even te kijken. Maar ze zouden zo'n dikke woestijn erin moeten bouwen. In de game gewoon zo'n apart eiland. Want ja, waarom niet? Ze hebben Kai op Erico toch ook al. Dat je echt gewoon daar kunt gaan. En dat je gewoon echt dikke zandtuinen hebt. En gewoon echt gigantische woestijn. Gewoon echt een echte woestijn, zeg maar. Allee, niet dat dit niet een echte woestijn is. Het is zo'n Amerikaanse woestijn. Ik wil zo'n Afrikaanse woestijn. Zo. Dat lijkt me gewoon zo. Ja. Lijkt mij gewoon leuk. Hé. Oké, mijn auto gaat heel eventjes tegen dat paaltje staan. Waarom niet? Ik vind het een leuke auto. Ik vind het een leuke auto. Oh. Alleen stuurt hij niet als de beste. En ik had eigenlijk ook wel wieltjes mee willen hebben op mijn dakje. Zeg maar niet alleen maar bandjes. Maar ja. Kan ik niet veel aan doen. Oh. Perfect. Maar ik hou er ook van. Allee. Oh. Ik hou gewoon van dit autootje. Dit is gewoon echt zo'n klein kakautootje eigenlijk. Wat ik waarschijnlijk nooit ga gebruiken. Maar ja, het is toch leuk. Het is toch leuk. Hoeveel geld heb ik nu trouwens? Oh. Ik heb hier 400k gegeven. Dat is zo'n 350k. Dit kakautootje waar ik nooit mee kan rijden. Dat was bijna op die tonnetjes. Oké, wat heb ik voorin? Voorin heb ik nog een extra wieltje, handig om te weten. En voor de rest heb ik niet veel plaats om iets anders te steken ofzo. Maar ik heb wel een extra wieltje, dat is zeer handig om te weten natuurlijk. Zeer handig om te weten. Oh, ik slip hier een klein beetje. Klein beetje, oh. Alles is onder controle. Ik vind het een leuke auto. Een zeer leuke auto. Ik denk dat Run hem ook wel gaat leuk vinden. Maar dat was denk ik dan alweer de video. Want joh, dat was een korte video. Ja, ik weet het. Het is woensdag. Dus de video moet letterlijk binnen 1 uur en 20 minuten online staan. Dus ja, en ik moet nog editen. En ik moet nog andere dingen doen. Dus ja. Ja, daarom een korte video. Maar ja. Ja, renderen wou ik zeggen. Ik moet editen en renderen. Dus ja, dit is het autootje. Allee, wat ik ervan heb gemaakt. Je kunt er ook een dikke dreikster van maken. En ja. Maar ja, je kunt er best veel mee. En hij stuurt niet heel lekker. En hij slipt wat uit in de sneeuw. Ja, perfect. Oké. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Ik vond hem zelf best leuk om te maken. Ik vind het een best leuk autootje. Dus tot volgende week. En misschien komt er morgen nog een stream. Gaan we de Cayo Perico Heist nog een keertje doen. Voor ook te checken hoeveel geld we daar allemaal mee kunnen verdienen. Shit. Dus dat zien jullie morgen dan verschijnen normaal. Kan ook vrijdag zijn ofzo. Vrijdag is niet meer, morgen is het oudjaar, wat? Daarna zit de eerstvolgende echte video, zeg maar, niet livestream, maar echte video, is gewoon in 2021, mensen. Wajo. 2021. Hopelijk is het niet een kakker jaar dan dit jaar. Zou altijd kunnen natuurlijk, dat er gewoon... Dat de gebouwen... tegen ons komen en de auto's elkaar gaan crashen en dat er aliens gaan landen. Dat kan allemaal nog, maar ja,
We hebben 2020 overleefd, dus nu hopen dat we 2021 ook nog kunnen overleven. Dus tot volgende video in 2021. Happy fucking New Year, brothers. Maar hey,